Hi Next Level Ladies, ook vandaag weer een testimonial van iemand die heeft deelgenomen aan de Next Level Intensive. Vroeger noemde ik dat Next Level, nee, geen Next Level, Plan and Do Workshop, omdat het gaat om het plannen en het doen van je leven. Nu heeft het een andere naam, omdat na onderzoek is gebleken, vanaf 2015 tot nu toe is gebleken dat een bepaald type vrouwen deelneemt aan de Next Level Intensive. Het zijn vrouwen die naar hun next level willen. Vandaar dat ook die naam van het programma is veranderd naar Next Level Intensive. Intensive omdat het gaat om een intensieve training van 3 dagen, waarbij vrouwen de gelegenheid krijgen om te kijken naar hun leven de revue laten passeren en eigenlijk doelen stellen voor hun leven, of in ieder geval nagaan van waar sta ik nu in het leven? Welke zijn de verschillende levensgebieden die mijn leven beslaan en wat heb ik tot nu toe neergezet? En de komende 90 dagen, hoe wil ik daar invulling aan geven? Het is niet alleen plannen, maar het is ook kijken naar wat weerhoudt mij om naar mijn next level te gaan. Wat weerhoudt mij om de volgende stappen te zetten in mijn leven. Sommige vrouwen gaan voor doorgroei, andere voor een doorbraak. Maar het zijn allemaal vrouwen die gewoon hun next level willen betreden, willen veroveren en een verandering willen voor zichzelf, voor hun omgeving, voor hun familie, voor mensen in hun netwerk en die een verschil willen maken, omdat ze aan het eind van hun leven, met de genade van God, willen terugblikken op een volwaardig leven. Een leven waarvan ze zeggen: ja, ik heb mijn missie gevonden, ik ben ervoor gegaan en ik heb me ten volle ingezet om ervoor te zorgen dat ik ten dienste van anderen mocht staan en een bijdrage mocht leveren aan de ontwikkeling van hun leven. Ja, dat zijn vooruitstrevende en doelgerichte vrouwen, net als jou. Vandaag heb ik een andere testimonial. De vorige keer hebben we gekeken of geluisterd naar Fernanda Krak, die heeft verteld wat de meerwaarde van deze 3-daagse workshop voor haar betekend heeft. En vandaag wil ik iemand anders aan het woord laten. En dan gaan we even kijken hoe je dat doet. Ik zie dat er iemand bij is. Even kijken. Toevoegen van viewers. En ik heb Monique gevraagd en ik zie hier Monique dat je eigenlijk een uitnodiging voor mij moet sturen. Je mag een uitnodiging sturen om deel te nemen en dan zorg ik ervoor dat je kan inkomen. Ik zie dat er wat andere mensen bij zijn. Laat me even scrollen om te kijken als ik dat vanuit mijn monitor hier ook kan zien. Oh, Saskia is erbij. Welkom, Saskia. En yes, ik krijg hier een verzoek binnen. En dan gaan we binnenhalen, Monique. Even kijken hoe we dat gaan doen. Oh. Yes. Oké, Saskia groet even. Dag Saskia. Nou, Monique is er. Ik heb Monique bereid gevonden om jullie te versterken en eigenlijk gewoon aan te geven hoe zij de Plan and Do Workshop heeft ervaren. Voordat Monique iets zegt, wil ik kort even aangeven dat op een gegeven moment ik ontdekte dat er 2 typen vrouwen geïnteresseerd waren in deze workshop. De eerste heb ik genoemd In Transition Tracy, gewoon een naam gegeven. En In Transition Tracy, dat zijn meer vrouwen die in een transitie zijn, die gewoon doorhebben van hé, hey, ik zit in een transitie, een overgang naar een nieuwe fase. Maar ik wil dat op een nette manier doen. Ik wil daar een goede
je planning voor maken van hoe maak ik die transitie op een goede manier. En de tweede type vrouwen, dat zijn, die heb ik genoemd, Wanna Breakthrough Brenda. Dat zijn vrouwen die een doorbraak willen in hun leven en eigenlijk goed weten waar die doorbraak is. Sommigen niet zo goed, anderen heel goed. Alleen die doorbraak komt maar niet. En dan deze workshop tools. Sommigen zeiden me een combinatie van beide. Maar ja, we gaan Monique niet langer laten wachten. Monique, hoe gaat het? Oh, het gaat. Drukte, zoals altijd, maar het gaat. Yes, yes, yes. Ik heb in die featuring geschreven dat ik... we hebben raakvlakken. We houden ervan om vrouwen te empoweren, right? Om vrouwen dat te is waar. Mm-hmm. Dus dat klikte meteen. Maar ik vind het ook mooi om te zien hoe jij de verschillende rollen die je hebt, hoe je dat op een hele bijzondere, mooie manier weet te combineren. En ervoor te zorgen dat je dingen neerzet in combinatie van alles. Dus mijn complimenten daarvoor. Oh, dankjewel. Oké, Monique. Jij bent van de plan en doel van welk jaar was dat? Het was 2017, dacht ik. 17 jaar dacht ik ook. Ja, volgens mij de derde groep of zo. Nou, wat was voor jou de aanleiding om mee te doen met deze driedaagse workshop? Eigenlijk was het dus... het is echt een beetje raar aan toegegaan, maar goed. Ik was meer benieuwd om... wat eigenlijk mijn next level zou moeten zijn. En, en wat je namelijk zou geven in die lessen of in deze workshop, dat eigenlijk zou maken dat we werkelijk accelereren naar waar we zouden moeten zijn. Dus op die manier, dus wat was meer ook nieuwsgierigheid, maar behalve dat was het dus ook van, inderdaad, wel, heb je op een gegeven moment dat je een bepaald plafond hebt bereikt en je denkt van oké, I need the tools. Oké, ik hoor je nu niet meer. Check even je telefoon of alles goed is. Maar Monique is in ieder geval een vrouw, een van de doorvragers. Toen ze las van wat er allemaal mogelijk was met deze workshop, stelde ze een heleboel vragen. Verwachten. Het is een vrouw die zomaar stapt in dingen. Ik zie dat Monique even eruit is. Dus laten we kijken als ze zo meteen weer kan inkomen. We hebben even kort kennis gemaakt met Monique. Inderdaad, op de featuring van vandaag staat een pittige moeder en een ondernemende vrouw. Monique, probeer het nog een keer. Dan als je inkomt. Dan doe ik, als je een invitation stuurt. Oh nee, ik moet je eerst adden, zie ik. Ja, dan kom je weer in. Even geduld. Ja, dus voor haar was het meer een nieuwsgierigheid, zegt ze. Want ze wist van niet. Ah, je bent er weer. Ja. Ik ben er weer. Ja, dus je zegt meer nieuwsgierigheid, omdat je wist van, hé, mijn plafond bereikt, ik wil gewoon verder. Ja, en ik merk dat dat is een van de redenen waarom een aantal vrouwen deelnemen aan deze workshop. Het zijn vaak vrouwen net als jij, vrouwen die al heel veel doen en al heel veel hebben neergezet, maar toch zoiets hebben van, het houdt niet op, ik merk dat er meer in me zit en ik wil gewoon meer eruit. Vertel een beetje concreter. Kan je één ding noemen waarvan je zegt, nee, dit was voor mij bijzondere informatie of dit heeft me iets gedaan? Ja, er is zeker iets geweest dat een positieve werking heeft gehad in mijn leven. En dat is het gedeelte waar er dus in de workshop was behandeld. En dat is dus onder andere de sabotage. Ik heb gemerkt dat als mens, wanneer je dus op je groeit op, heb je heel veel dingen die je hoort. Als je het nou hoort op school, als je het nou hoort in de familie, als je het nou hoort in vriendenkringen.
En werkplekken, waar dan ook. Het zijn dingen die je opslaat. Je slaat hem op, maar onbewust gaat hij in je leefpatroon mee. En het gaat mee naar de keuzes die je maakt. En toen ik dat ontdekte bij dat gedeelte, toen je dat uitlegde van je zelfsabotage, toen kwam het echt zo op van, ik heb het nooit zo gezien eigenlijk. Hoor. Je hoort het wel op verschillende manieren, maar op de bewuste manier zoals jij dat gebracht had, dat was wel even apart. En dat was onder andere dat de mens eigenlijk door de jaren heen, op het moment dat zo'n mens op aarde komt, dat ze al CD's opslaan. Hè? Dat ze memories opslaan, zoals men informatie op CD's opslaan. En naarmate zo'n CD gevuld, dan krijgt het een naam. En elke keer wanneer je dus zo'n bepaalde situatie meemaakt of een situatie die daarop lijkt, gaat het die CD grijpen en gaat het je dus zeggen van oké, zo gaat het uitkomen. En inderdaad, we can't help it. We can't help it. Zo is het al. En ieder mens ervaart dat, omdat ik dat dan na dus deze training ook om me heen heb gekeken, dat vele vrouwen dit doen. They underestimate themselves gewoon op basis van wat er aan ze gezegd is of een nare ervaring of noem maar op. En ze willen verder gaan, maar er is iets onzichtbaar wat ze tegenhoudt. Wat ook inderdaad in mijn geval was. Want je denkt soms dat je op de juiste weg bent. En het hoeft misschien niet eens zo te zijn dat je op een verkeerde weg bent. Je bent op de juiste weg, maar je moet verder. Maar er is iets dat onzichtbaar dat je tegenhoudt. Iets dat je zegt, je gaat het niet kunnen doen. Iets dat je zegt van, boy, maar je gaat falen. Durf je het wel? Je hebt zo niveau scholing gehaald. Je hebt dit gedaan. Heb je niet gemerkt dat toen je dat hebt gedaan, dat het mislukt is? Dus op die manier houdt deze onzichtbare stem je tegen. En dat was dus bij mij het geval in een van de gebieden. En toen ik dus doorhad en toen jij vertelde van, weet je dus op welke manier je zoiets zou kunnen ontdekken dat je jezelf saboteert. Noem maar iets op, bijvoorbeeld als je zegt van oké, ik ga die hoge boom klimmen, maar in je voelt dan die angst in je opkomen, want je hebt eigenlijk hoogtevrees, maar je weet niet waar er eigenlijk aan wat het along the way is gebeurd dat heeft gemaakt dat je dan die hoogtevrees hebt. En dat je dat gaat voelen, gaat het ervaren als van een angst of iets dat je zegt of dat je gaat falen. En toen dat eigenlijk in me opkwam, dat we hadden zo'n lijstje gehad, dat je zei, ik ben sterk en plotseling voel je echt zo dat ongemak in je binnenste komen van, ben je wel sterk? Toch? Ik ben moedig. Dan denk je aan de ene kant, wel ben je wel moedig. Dus dat zijn enkele voorbeelden. Zal ik even aanvullen? Ik noem altijd dat voorbeeld van mij. Van die leerkracht die me naar voren stuurde. Ik had mijn vinger opgestoken om naar voren te gaan. Want je vrouw vroeg wie wil die cirkel inkleuren. En ik mag kleuren en kleuren en kleuren. En ik dacht van, ik had het goed gedaan, want ik kreeg een applaus. Maar toen het andere kindje ging, en ik was nog heel jong, 4 jaar of zo. Dat was, het was de kleuterschool. En het andere kind ging en die kleurde ook in, maar die deed het rond. Want ik deed het op die manier en het kindje kleurde echt zo in een cirkelvorm. En je vrouw was, goed zo. En ik dacht van, nou was de mijne niet goed. En toen voelde ik voor het eerst, denk ik hoor, echt dat gevoel van minderwaardigheid. En net wat je zegt, dat zijn processen die, zo klein was ik, maar het is meegegaan met me. En ik heb het op andere momenten ook weer gevoeld, toch? Op, vanwege mijn kleur, vanwege mijn haartype, op allerlei andere manieren kwam het op me af. En het weer hield me om ter volle te performen. Ik performde wel op 6,
nummertjes in cijfers uitgedrukt of gezet. Maar het weerhield me om verder te gaan. Dus dat voorbeeld noem ik altijd. Dat kan je heel goed begrijpen. Oh, dat stukje had je geraakt. Oké. Okay. Ja. Dus op die manier, maar toen je dus ons de techniek leerde, vervang gewoon je CD's. Toch? Je CD's, die oude CD's ga je misschien niet meer kunnen disposen, maar er is wel een manier om een verandering aan te brengen, dat is dus door ze te vervangen. Dus ben je bang, zeg je zal niet meer bang zijn. Hè? Elke keer wanneer... die CD oppopt, zeg je dan het tegenovergestelde, zodat die CD nou in de meerderheid is. Zodat wanneer er iets zich voordoet, dat het eerste wat je mind pakt, is die CD of die bewuste file. Dus, en ik heb hem echt geprobeerd. Ik heb hem, ja, in de eerste instantie is het proberen wel, laat me proberen. En ik heb het... ik heb het geprobeerd, daarna was het niet meer proberen, daarna was het gewoon doen. Want elke keer waar het dus een beetje ongemakkelijk voelde, zei ik, ik kan het, ik ben een overwinnaar. Ik weet dat het excellent zal zijn, ik weet dat het prachtig zal zijn, ik weet dat het harten zal aanraken. Dus die CD's zijn gebleven. En ik heb gezien dat het voordelen voor me heeft gebracht, omdat ik zaken op een andere manier bekijk. En dat ik dus niet meer probeer te kijken naar hetgeen ik niet kan, maar juist hetgeen dat ik wel kan. En het tweede dat ik bijvoorbeeld dat ik ook zou willen aanhalen is ja, je gaat snel. Even, ik wil dit aan toevoegen. Monique noemt net een techniek. Want we gebruiken, je leert verschillende technieken op deze workshop. Deze techniek is een onderdeel van een methode die wij noemen positioning. En de positioning, dat is iets wat je eigenlijk aanleert. En de bedoeling is dat je dat integreert in je leven. Eigenlijk liefst zo vroeg mogelijk, vroegst morgens doet. Om ervoor te zorgen dat je voorbereid die dag begint. Dat je niet wacht tot die dag er is en de situaties zich aan je opdringen. Maar dat je je voorbereidt en die techniek leer je op de training. Dus dit is een onderdeel van wat Monique net noemde. Oké, Monique, een tweede. Ja. Oké, het tweede wat me ook gewoon omdat ik het... het al reeds deed, maar het heeft meer diepgang gevonden. En dat was je spiritualiteit. Dat gedeelte waar je met je schepper in contact komt. En ik vond dit gedeelte zo van belang, omdat als ik het zou moeten leggen naast bijvoorbeeld het gedeelte van sabotage, zou ik zeggen van je schepper wil dat je moet succeden. Hij wil dat wat hij gemaakt heeft, succeed. En de enige manier dat je zou kunnen succeden is wanneer je in contact met hem bent. En dat heeft me ook helemaal geïnspireerd om het te kunnen doen. Dat ik elke morgen dit een van mijn prioriteiten maak. En ik vind het zo'n geweldige ervaring, omdat het me dan ready maakt voor de dag. Het maakt me ready om mezelf te zien zoals hij me ziet. Daarnaast wil ik dus ook aangeven dat het me ook inspireert een ander te zien zoals de schepper dat hem ziet of haar ziet. Dus het heeft echt een sneeuwbaleffect. Omdat alles, als je mij vraagt, is dat alles wat valt en staat met succes of het boeken van succes in je leven, is het contact met de schepper. Omdat, als ik hem zo mag illustreren, niemand anders zal zijn product kennen dan degene die het product zelf maakt. Of niemand anders zal een product kennen zoals degene die het maakt. Dus wij zijn gemaakt door een schepper en de schepper kent ons. Dus dat is dus een van de pluspunten geweest tot nu toe trouwens. En intensiveer ik het met de dag. Omdat ik weet dat dat ook een van de
dat het is een must. Het is een must. So, dat is ook één van. Weet je, Monique, ik heb heel veel gelezen over persoonlijk leiderschap en over persoonlijke ontwikkeling. En een van de dingen die ik miste was juist dit component dat jij noemt, je relatie met je schepper. Ik las in van hoe je dingen zelf kon doen, hoe je een heleboel technieken had waarbij je zelf het een en ander moest doen en waarbij God er niet bij werd betrokken. Dus het is inderdaad zo dat jij zelf een aantal dingen doet, maar ik geloof zelf als je die bron van het leven niet erbij haalt, dan mis je eigenlijk de kern van het geheel. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment in de beginjaren jaren van de stichting heb ik dat niet gedaan. Ik trainde over allerlei andere filosofieën enzovoorts, maar ik miste het gewoon van, dat hoort er gewoon bij. En toen heb ik op een gegeven moment een driepoot ervan gemaakt, je relatie met je schepper, je relatie met jezelf en je relatie met je medemens. Want je kan in relatie tot jezelf een heleboel doen, maar ook dat loopt mank. Want als je een negatief zelfbeeld hebt, dan kun je er niet uitkomen. In relatie tot anderen. Als die andere die je eigenlijk moet stimuleren dat niet doet, zit je ook daar. Terwijl, als het niet lukt vanuit eigen kracht, wat die relatie met God, dat staat buiten kijf. En van daaruit kun jij inderdaad inspiratie putten. Als je die band met hem hebt vanuit die zoon, toch? Vanuit die redding. Dus ik moest het erbij doen. En dat is ook iets wat ik heb geschreven in de feature over jou. Het feit om bijzonder geloof. Dat is ook iets wat meteen klikte. Waardoor we zoiets hadden van oké, we gaan samen die training in. Nou, ik wil je bedanken dat je het hebt willen delen. Eigenlijk drie hele sterke punten. Is er iets, een quote of een empowerment of wat ook wat je wil zeggen aan vrouwen die misschien hier naar kijken en nog geen besluit hebben genomen of ze willen meedoen met de training of niet? Heb je zelf een stukje empowerment of advies voor die vrouwen? Ja, zeker wel, zeker wel. Natuurlijk wil ik ten eerste zeggen dat ik het een bijzonder eer vind om de vrouwen aan te moedigen en dit platform te gebruiken. Ik ben zelf vrouw, dus je weet hoe het allemaal gaat met het zijn van een vrouw. Je hebt vooral vrouwen ook die kinderen hebben, die werken en nog met alle andere activiteiten bezig zijn. Ik wil vrouwen via dit platform oproepen. De workshop is levensveranderend. Het is levensveranderend, niet kijkende naar de persoon die dat verzorgt, maar meer de kennis dat je opdoet. En de kennis, want wie kennis heeft, heeft macht. En vrouw, stop om uzelf te saboteren. Stop ermee, u bedroeft uw schepper. U bent gemaakt om te accelereren. U bent gemaakt om te succeden. U bent gemaakt om sterk te zijn. Wees sterk. U kunt misschien along the way vallen. Sta op. Veeg jezelf af. Ga verder. Ga doen. Neem wat je nodig hebt om te kunnen accelereren. Oké, ik ben 35. Oh nee, ik ben 40. Nee mama, ik ben al 50. Of ik ben al 60. Nee, het maakt niet uit. U leeft nog. U ademt nog. En zolang u ziet dat u ademt, is dat een teken dat u nog steeds de gelegenheid om te kunnen doen waarvoor u bent gekomen. Stel uzelf drie vragen. Wie ben ik? Wat ben ik hier komen doen? En waar ga ik naartoe? Als u deze drie vragen aan uzelf stelt, gaat u zien dat u bepaalde tools nodig hebt om deze weg te vervolgen. Als u dat niet hebt, gaat u hier leven totdat u kwak bent, doodgaat en heeft niets. U heeft geen enkele legacy achtergelaten. Terwijl u bent gekomen om een legacy achter te laten. U bent gekomen om een community te veranderen. U bent gekomen om te reizen. U bent gekomen om anderen te empoweren. U bent gekomen, noem maar op, ik kan dat rijtje afgaan. Maar ik wil u aangeven, vrouwen, u bent sterk. U bent sterk. Kijk, ik wil iets aanhalen en dat is de vrouw. En dat doe ik, want ik weet dat er verschillende culturen, mensen van verschillende culturen, mensen van verschillende geloofsovertuigingen kijken. Maar ik wil praten nu aan de hand van wat mijn ervaring is.
in de Bijbel, Gods woord, dat ik neem als het hoogste woord en hoogste gezag in mijn leven, staat er geschreven, vrouw, dat u bent gemaakt als steun voor de man. Als iemand geen steun kan verlenen, de persoon die de steun verleent, is de sterke in die communion. U bent gemaakt als schepsel om te steunen. U bent gemaakt als schepsel om te zijn daar waar mensen u nodig hebben. En dan haal ik misschien dit gedeelte aan in als u kijkt naar de relatie man-vrouw. Maar als u zo bent geschapen, heeft u alle equipments om te kunnen succeden op deze weg. U bent niet te breken. U bent een sterke vrouw. U bent als een palm. Ja. Niemand kan u weghalen. Dus neem de courage. Neem de courage. Ga deze workshop volgen. Neem alles wat je nodig hebt. Kijk, geld. Kijk, ervaring en kennis kan je niet uitdrukken in geld. Geld is niets in vergelijking met wat je kan bereiken. Geld is alleen een tool om je verder te brengen. Een vehicle om je te brengen waar je moet zijn. En het belangrijkste is dat je je doel bereikt. Dus vergeet mijn drie vragen niet. Wie ben ik? Waarom ben ik hier? En waar ga ik naartoe? Dus u mag dat voor uzelf vragen. De vragen zelf voor uzelf beantwoorden. Sorry dat ik zo stotter. Ik wil te veel in één keer zeggen. En u gaat zelf, het gaat u aan het denken zetten. Zoals het mij ook aan het denken gezet heeft. Dus ik heb een doel. En ook al zie je dat buurvrouw rent. En u doet het voetje voor voetje. Don't worry. U komt daaraan. U komt aan, zolang u niet stil blijft staan. Als u een halve stap verder gaat, heeft u iets bereikt. Dus powerful words. Steek het met alles. Dankjewel Monique, dankjewel. Dat is echt, ik schreef die pittige moeder, die vrouwen versterkt. Ga ermee door met wat je doet. En ik zie je terug in de WhatsApp-groep. En dank je wel dat je hebt willen empoweren. Thank you. Fijne dag. Yeah. Nou, dat was Monique. Ze is er nog. Monique die ons heeft versterkt. Eigenlijk heeft aangegeven wat die workshop voor iedereen betekent. Maar ook gewoon een stukje versterking heeft gegeven. Als je op de site gaat, dan zul je de featuring van haar zien. En je kunt er ook een persoonlijk bericht sturen als je meer wil weten over het beantwoorden van die drie vragen. Wil je de details weten, de tools krijgen, geef je op voor de Next Level Intensive die gehouden wordt op 16, 19 en 23 maand. Geef je op. En dan gaan we samen naar jouw next level. We gaan samen die doorgroei doen. We gaan samen die doorbraak in. En geef je gewoon op. Ceremonieel van deze keer. Dankjewel voor de thumbs up die ik allemaal zie. Ik wil toch even kijken of daar wat vragen zijn. Voordat ik eruit ga. Even kijken of je wat vragen hebt. Nee, ik zie geen vragen. Ik zie thumbs up. Ik zie thank you, very powerful woman. Dankjewel, Monique. En ik zie je op de Next Level Intensive. Bye.